Het is gevaarlijk. Hard werken. Moeilijk. Een half jaar lang in een super krappe ruimte. En als je er dan bent, is het zo'n 63 graden onder nul. En je komt misschien nooit meer terug. Leven op Mars. Klinkt voor mij net zo waarschijnlijk als dat deze vriendelijke vriend opeens naast je bed staat. Surprised? Maar voor deze man een realistisch scenario. Als het aan hem ligt, wonen in 2050 1 miljoen mensen op Mars. Als het aan hem ligt, rijden we trouwens ook alleen nog maar in deze zelfsturende auto's. Hebben we chips in onze hersenen? Maken robots ons eten klaar en doen ze het huishouden? Oh, en Breaking, hij is ook de nieuwe eigenaar van... Is hij simpelweg een genie die de mensheid wil redden? And I look up to Elon as an entrepreneur, as a businessman and as someone that makes the world a better place. That's unreal. Of een totale gek met te veel geld. Some people think I'm an alien. In deze video heb ik het over de rijkste man op deze aardbol. Met de meest futuristische plannen. En met ongelooflijk veel macht. Te veel? Dit is de macht van Musk uitgelegd. We beginnen zijn verhaal hier. Op de plek waar Elon Musk 50 jaar geleden wordt geboren en waar hij opgroeit. In Pretoria, een stad in Zuid-Afrika, waar op dat moment apartheid, het systeem van rassenscheiding, nog aan de orde van de dag is. Elon is geen blij kind. I was, you know, bullied quite a lot. I did not have a sort of happy childhood. Hij is introvert en awkward. I don't know, 5 or 6 or something. I thought I was insane. Why do you think you were insane? Because it was clear that other people did not. Their mind wasn't exploding with ideas. Hij is een buitenbeentje. Hij haat school, wordt enorm gepest, wordt bekogeld met blikjes, achterna gezeten als hij uit school komt. En hij belandt zelfs een keer in het ziekenhuis nadat hij van een trap is gegooid. Thuis is het niet veel beter. Kijk even mee naar wat zijn moeder vertelt over het huwelijk met Elon's vader. When I was married, I was told about 3 times a day that I'm boring and stupid. And if I protested, then I got beaten up. So I definitely never protested that. Elon zelf noemt zijn vader een verschrikkelijk mens en zegt dat je je niet kan voorstellen wat voor vreselijke dingen hij heeft gedaan. Zijn uitweg? Computers. Als hij 12 is, bouwt hij zijn eigen videospel. Dat hij verkoopt voor $500. Op zijn 17e gaat hij voor studie in zijn eentje naar Canada, het geboorteland van zijn moeder. Niet alleen ver weg van zijn vader, maar ook van de dienstplicht in Zuid-Afrika. Hij wil niet meewerken aan de apartheid. Maar jij kent hem waarschijnlijk vooral hiervan. Ja, het is hem toch gelukt. Elon Musk wordt eigenaar van Twitter. Elon Musk's Twitter takeover is a go. Bitcoin dropping more than 3% today after another cryptic crypto tweet from Elon Musk. Launching his own rocket. Mars. Elon Musk is de man achter tal van bedrijven. Zoals deze. Het begint allemaal met Zip2. Inmiddels woont hij voor studie in de VS, waar hij uiteindelijk wil promoveren in natuurkunde. Kapt hij na 2 dagen mee om samen met zijn broer Kimball dit internetbedrijf te starten. Een goede zet. Het bedrijf wordt overgenomen voor $307 miljoen. Elon krijgt er 22 van. Dan ben je dus 27 en ontvang je zoveel geld. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan wel wat dingen bedenken die ik daarmee zou doen. Om te beginnen met een jaartje heel hard chillen. Maar dat is dus niet hoe je de rijkste persoon op aarde wordt. Want Elon, die pakt lekker door. Hetzelfde jaar nog steekt hij 10 miljoen in het bedrijf X.com. Dat later samengaat met Confinity. Wordt later PayPal. Levert hem maar liefst $180 miljoen op. Een leuk startkapitaaltje voor zijn echte passie. Zijn ruimtebedrijf SpaceX. En een stap dichterbij, misschien wel zijn grootste levensdoel. Een menselijke kolonie op Mars. En toen ik zei dat ik dat net zo realistisch vind klinken als deze dude... That is why you fail. Die opeens in het echt verschijnt, was dat zo gek nog niet. De raketten van Elon worden vernoemd naar Star Wars films. Maar ondertussen is hij wel bloedserieus. Oh, en toen ik zei dat naar Mars gaan, gevaarlijk, hard werken, moeilijk is... Verzon ik dat ook niet zomaar. The sales pitch for going to Mars is it's dangerous, it's cramped,
You might not make it back. It's difficult, it's hard work. Klinkt aantrekkelijk. But it'll be glorious. Ah, straks meer over zijn science fiction-achtige plannen. Eerst nog even terug naar die miljoenen, want er zijn er nog wat over. En 70 daarvan stopt hij in zijn andere paradepaardje, Tesla. Dat een jaar eerder is opgericht door deze twee heren. En vanaf dan gaat het hard. Miljoenen worden miljarden. Fast forward naar de man van 277 miljard dollar. Zijn bedrijven gaan als een raket. En wat heeft iemand met zoveel geld ook? Juist ja, macht. Macht die hij volgens zichzelf inzet voor ons allemaal. Hij wil het klimaatprobleem oplossen. Ervoor zorgen dat de mensheid blijft bestaan. Al dan niet op aarde. Hij houdt zich ook bezig met artificial intelligence. Omdat hij vreest dat als we nu geen regels bedenken, robots onze ondergang zullen zijn. Hij steekt geld in zonne-energie en begint Neuralink. Klinkt behoorlijk creepy. Een bedrijf dat een chip in je hersenen zet. Maar volgens hem is het bedoeld om hersenaandoeningen te genezen. And for many years we will just be solving brain injuries and spinal injuries for probably a decade. Hij wil dunbevolkte gebieden aan internet helpen via satellieten en er zelfs voor zorgen dat we nooit meer in de file staan door tunnels aan te leggen. You might think, all right, it's like a subway, but this is more like a highway underground. Klinkt als een held, toch? Ligt er maar net aan wie je het vraagt. Fabriekswerknemers van Tesla bijvoorbeeld, die klagen over vreselijke arbeidsomstandigheden. Mensen zouden flauw vallen van de hitte, maken veel te lange dagen en het zou er onveilig zijn vanwege te weinig duidelijke veiligheidsinstructies in de fabriek. Omdat Elon niet van de kleur geel zou houden. Wat het bedrijf zelf overigens ontkent. Ook cryptobezitters zijn niet altijd Elons grootste fans, omdat hij soms met slechts één tweetje de koers kan beïnvloeden. Ook met deze tweet schudt hij de boel flink op. Hij zou hiermee misleiden en mensen veel geld kosten. De straf? 3 jaar lang geen voorzitter van Tesla. Iets soortgelijks gebeurt als hij bekendmaakt dat Tesla geen cryptomunten meer accepteert. Hij zegt dat hij zich toch zorgen maakt om de impact die cryptomunten hebben op het milieu. Er is namelijk enorm veel energie nodig om de digitale munt te gebruiken. Geen nieuwe info. En dus de vraag, hoe groen is Elon nou echt? Leuk al die schonere elektrische auto's, maar hoe rijm je dat met het lanceren van een raket om een Tesla de ruimte in te schieten? Puur als publiciteitsstunt. Allerlei stoffen belanden tijdens zo'n lancering in de atmosfeer, zoals koolstofdioxide, chloor en andere chemicaliën. Kan groener. Maar ook dit is in zijn ogen iets nobels en goed voor ons allemaal. Want we willen als mensheid voortbestaan, toch? Kost wel wat. Voor een ton mag je mee. Even dat huis verkopen dus. Hoewel, wie heeft er nog een huis tegenwoordig? In Elons wereld, hij ziet een probleem en wil dat oplossen. Hij is bovenmatig intelligent, heeft het syndroom van Asperger en is niet de typische CEO. Hoe vaak zie je nou een topman blowend op YouTube opduiken? En daarom houden veel mensen van hem. Hij is een nerd met een randje die ons op Mars zet. Maar hij zoekt ook grenzen op en gaat er overheen. Of wil grenzen zelfs helemaal laten verdwijnen. Want zijn laatste wapenfeit... Twitter. Nu helemaal van hem. Je weet wel, dat platform waarop hij al enorm veel invloed uitoefent met één tweetje. Laat staan als hij de eigenaar is van het hele medium. Hoe moeten we daar nou naar kijken? Ik vroeg het onze tech-redacteur Nando. Wat je ziet bij Musk is dat hij eigenlijk zegt, ik vind vrijheid van meningsuiting heel belangrijk. En hij vindt de koers die Twitter nu gaat, vindt hij niet goed. En hij zegt eigenlijk, ik ben de enige ter wereld die Twitter op het juiste pad kan brengen. En er is een groep mensen die hem misschien wel toejuicht, denkt van nou, hij heeft zoveel successen bereikt. Dit kan hij misschien wel eens goed gaan doen. Er is ook een groep die toch al vraagtekens heeft, met name als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Gaat hij de grenzen zo ver oprekken dat je een platform krijgt wat eigenlijk niet leefbaar is voor sommige mensen? Ik denk dat dat altijd een risico is. Als één iemand zoveel macht heeft over een bedrijf. We zien er bij Mark Zuckerberg die afgelopen jaren ook het laatste woord had over Facebook en Instagram. Als één iemand de macht heeft, en zeker in dit geval Musk als privépersoon, ja, wie toetst hem dan? Wie zegt dan of hij niet een fout maakt, of hij niet te scheef overgaat? Musk heeft denk ik een heel dubbel gezicht. Je kunt gewoon vaststellen dat hij succesvol is, maar ook wel dat hij impulsief is. Misschien wat grootsheidswaanzin heeft. Heel veel ambities heeft die te prijzen zijn, maar ook wel misschien te veel voor één persoon. Dus, is Elon Musk een op geld beluste miljardair met een messiascomplex? Of een integre filantroop
die gewoon de wereld wil redden. Zeg het maar. En als je daarmee klaar bent, abonneer je even. Tot de volgende!